Meneer Willems, u vertelde net in uw lezing over traumabewust of traumasensitief werken. Wat is dat precies? Nou, traumasensitief werken is in eerste plaats dat je weet wat het begrip betekent. En dat komt eigenlijk uit de ACES-wetenschap. ACES-wetenschap is gebaseerd op de ACES-studie. Nou, en de ACES-studie, dat gaat over ACES, over Adverse Childhood Experiences of Exposure. En dat zijn eigenlijk, met name in de vroege levensjaren, vormen van mishandeling, verwaarlozing, geweld of ernstig dysfunctionele gezinnen. En dat is dan, daar komt dan de hersenontwikkeling en het hersenonderzoek bij, die dan uitlegt dat dat leidt tot, gewoon tot hersenbeschadiging, tot een andere opbouw van de hersenen. Omdat je niet geboren wordt met een volgroeid stel hersenen. Het hartje klopt, maar de hersenen moeten zich ontwikkelen op basis van liefdevolle interactie. En als daar dingen misgaan, dan krijg je een andere architectuur die niet alleen kan leiden tot latere ernstige gevallen, antisociaal gedrag, gedragsproblemen, maar ook tot medische aandoeningen. Dus de vraag is, als je vreemd gedrag ziet, dat de eerste vraag dan wordt, wat is er met die persoon gebeurd? En niet van, wat is er met die persoon verkeerd aan de hand? En dan ga je dus traumabewust werken, bijvoorbeeld op scholen. Dat je niet meteen een leerling gaat schorsen, maar eerst gaat kijken wat is misschien in de thuissituatie aan de hand. Of dan ga je nog eerder met jonge ouders beginnen van, zijn er dingen in de jeugd van die ouders zelf, ACES, waar eerst iets aan gedaan moet worden. En ouders zelf ook trauma bewust maken, dat ze weten bepaalde, als jij vecht of ruzie maakt, dat heeft een enorme gevolgen voor de ontwikkeling van jouw kind, omdat het toxische stress is. Niet gewone gezonde stress, maar toxisch. Die dus ook de hersenontwikkeling beschadigt. Dus letterlijk echt als een virus die de hersenen beschadigt zodanig dat allerlei andere functies, want alles is via de hersenen gereguleerd, dus ook organen, hormonen door je lijf, alles dat, waardoor het kan leiden tot later, tot ernstige vormen van kanker, suïcide. En dan zie je dus statistische correlaties die zo groot zijn dat mensen zeggen, nou, dat heb ik nog nooit in onderzoek meegemaakt. 1200% grotere kans op suïcide als je 4 ACES in je score hebt. Zoveel grotere kans op kanker enzovoort. Dus als mensen, professionals, maar ook ouders weten dat dit soort impact kan dat hebben, dan kan je van daaruit werken aan hoe voorkomen we dat. En hoe kunnen we dat, ja, als het al gebeurd is, hoe kunnen we dat dan best mee omgaan om dat te repareren? En vindt u dat we in Nederland hierop al bewust van zijn? Dat we hier bijvoorbeeld in de hulpverlening, sociaal werk, hier echt al mee bezig zijn? Nou, is het een ontwikkeling. De studie zelf is al uit 1998. Maar je ziet en zo gaat het vaak. Er zijn dan toch bepaalde pioniers in jeugdarts in de Verenigde Staten, Nadine Burke Harris, die een hele beweging eigenlijk, als een soort motor, een hele beweging van alle jeugdartsen en alle professionals. Maar je ziet de ontwikkeling vooral in de Verenigde Staten nu. Maar wel langzaam ook doorcijpelen naar andere landen. Want ik merkte in de zaal ook al, verschillende mensen hebben er toch al wel van gehoord. Steeds meer professionals wereldwijd. Maar dat er echt een school zegt, ik ben een traumasensitieve school. Of dat er zelfs in de Amerikaanse Senaat, in het Huis van Afgevaardigden, een wetgeving is. Want we moeten echt die culture change maken. We moeten echt instituties veranderen dat ze trauma bewust gaan werken. Zover zijn we hier nog niet. Dank u wel. Ja, graag.